말이 다 컸네. 이미 무언가 손에 걸렸다. 악성이네. 검색하면 악성이네. 한국어. 위에 한국어 실수. 오케이. 고마워 선생님. 그래요. 니 언스틴다 언스틴다 프레스피스. 알아. 언스틴다 악성이 좀 바이스. 그만. 오케이. 오스칸 우버리트. 니야. 오스칸 도. 아니야, 코스베이가. 네. 오케이. 슬. 어, 스티즈는 서바이벌 인디네이션 슬로스 서바이벌 기술. 야, 나 스크린이스, 스크린이스. 온 스칸드 그네스 그네스. 프렉타. 클릭 라크. 아트릭, 아트릭. 인 온 스칸드 그네스 인디 플라크. 슬 아스 가이. 이거 바이. 예, 네. 슬 아시아의 온기링스, 칸 이 칸 카이크. 나 스 니르 크라크. 요 몬토 칸 비트, 칸 오스디스, 칸 소마스코알은 알스. 바꾸고 나서 그래서 나 그럼 이제 필로스피는 find survivor 어제 또 스파나 곧 이 웨이트판 이 필로스판 네 nice to for dan en vandaag is die scene zo nice hier dan ook in los die zullen klaar we gaan dan even een lekker squat doen oh nee super excited going ja 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 oké zo voor het gaan komt er gewoon naar het boeken van die bijbel Matthias Marcus. Oud is nee, want het is oud is nee. Oké, zo. Genesis. Ja. Zo, ja. Waar? Oké, zo zit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Rechters, Rut, Eén Samuel, Twee Samuel, Eén Korinthe, Twee Korinthe, Eén Kronieken, Twee Kronieken, Esra, Nehemia, Esra, Joel, Tessalus, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Lotteren, Ezekiel, Daniel, Uzziah en Joel. Amos, Obadja, Micha, Jona, Micha, Habakkuk, Sefania, Zachari, Zacharia, Malachi! Ik heb hier los, hier is Malachi. Malachi. Die meer het gebouw en weer gevallen, dat is weer oorlog en alles. Maar toen Malachi nou klaar was, toen kwam die Romeinen in. Augustus. Ik denk dat was januari, februari, maar augustus was het dan. Dus keizer Augustus stelt toen iemand aan. Hij stelt die Herodes aan om voor de Joden te heersen. Heers voor de Joden. Ja, dat is van hem gehouden. Maar dat gaat niet van jou niet. Ja, totally. Oké, dus de Joden, zoeken iemand om hen te kunnen redden. Hij zoekt een koning dat niemand redt mij. Was dit hier genoeg mensen die? Oké, zoals jullie de Romeinen gehad, keizer Augustus en koning Herodes. Hij is geboren Augustus. Ik is niet. Oké, zo, de Joden zien iemand net onder reed. En die oudste mensen staan in het volgende deel. Dat is nog als Bijbel. Maar ik denk dat ik jullie gaan lezen. Dus ik vind wel een denkje als ik jullie stuk gaan lezen. Jesaja staat daar, want de kind is voor ons geboren, een zoon is aan ons gegeven, en die heerschappij is op zijn schouder. En hij wordt genoemd wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevors. En wie dat je denkt? Pizza. Ja, en wat denk je, als je dit gelezen hebt? Die Heere. Aan Jezus. O, Jezus, ja. Oké, dat was ook, hè? So, daar is een paar stukken, ja. Daar is een paar stukken stukken in die oudste neemt. Dat praat van iemand die hem kon red. Wat ons moest, ons jeet moest nou, dus Jezus, oké? Maar hij vindt iemand die hem kon red. Maar hij heeft niet verstaan, jullie koning is meer als een wereldkoning. Dit is groter. Hij kon die hele wereld red niet. Hij heeft toch... Hierdie koning kom, hy kom die Jode red. Maar, dit was baie groter. So, dat is een klontstuk in die oude testament dat verwijs na iemand gaan hulle kom red. So, nou, hier sê die Jode, hulle is not happy, hulle hou nie van die Romeine nie, hulle is nie gelukkig nie, hulle wacht vir die koning. En daar word Jesus gebore. Daar word Jesus gebore, oké? So, Jesus is 33 jaar op die aarde gewees.
Inside the dinen, I begin, to daar te gaan. Coincidence? Ja. I think not. No. Okay, so, hier is een klomp wonderlijke dingen gedaan. Fantastische dingen gedaan. En, baie jy het om gehoor, en baie jy het om nie aangeneem, hulle het nie later van later feestes gegeen nie. Want hulle het nie besef, dit is die koning vir wie hulle gewag het nie. Hulle het heeltemal gemis. Heeltemal, hulle het gewag vir 'n aardse koning. En Jesus was soveel meer en soveel groter as dit. Dit is eintlik amazing. Dit is jammer, want hulle het dit gemis. Kyk, so Jesus het wonderwerke gedoen, en ek dink, Jesus was beskrikkelijk lief vir mense gewees. Jesus was so lief vir mense. Ons lees op klopstuk wat hy na die mense gekyk het, en hy was lief vir hulle, en hy het hulle jammer gekry. So Jesus is beskrikkelijk lief gewees vir mense. Ja. En alles bou op, tot hy gunsteling versie van ons. Johannes, Nee. Daai mooi versie wat verduidelik wat gebeur het. Onthou, die Here het geweet, hy gaan vir ons iemand moet stuur. Hy het geweet alles. En hy vertel het in die Ou Testament, en alles gebeur. En hier kon Jesus, en hier sal staan het en wat gebeur. So Johannes 3 vers 16, kom ons het gaan eers met vers 16. So, dit sê, want so lief het God die wereld gehad, ons doen die 53 vertaling, hè? Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elke wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Awesome, né? Oh, hey. Ja, dan onthou vers 17 sê, hy sê, God het nie sy seun na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld deur hom gered kan word. Mooi. Dankie, Thomas. Okay. So daar is die hele storie saamgevat. So die Here, baie van die Here ding gemis, want hy het gewag vir 'n gewone koning. Ons kyk gewone koning. En daar mis hulle die grootste koning. Wat nog as hy sê dit. Ek het hom gemis. Maar die ander ding is, Jesus het gekom nie vir Here nie. Hy het gekom vir almal. Dit maak vir jou ook. En ja, en hulle harte vir Here kan gee. En vir jou. Kinders van God nou, né? Dis amazing. So ons word survivors, want ons is die kinders van die Here. I will survive. Dankie. Dis al ons gaan survive is as ons kinders van die Here is. Is julle kinders van die Here? Ja. Harte vir Here gegee. Ja. Het julle dit al gedoen? Dit is die belangrikste besluit die enige ooit kan doen, is om haar vir julle te gee. Kijk, dis so. Dit is beter as om te besluit of jy, Dit is beter as iets als een hamburgers. Ja. Duidelijk. So okay. As jy wil weet of jy burgers wil en of jy pizza's wil hee, dan is jy die antwoord. Absoluut. As jy nie, jou antwoord is al die antwoord. So, ons is survivors, want ons is kinders van die Here. Okay. So gaan ons nie meer die rempies aan doen nie. Nee, is nou kodaai vir alles. Mooi rempies. Jy is nie een hoofdstuk. Papai, want ons het nou geleer om te survive. So ons gaan nie meer hierdie kan wijs vir hulle nie. Nee, is die laatste keer, dan wijs ek vir hulle. Survive. Survive. Survive, dit sê daar so, oortree, oordeel, maar oorleef. En al wat jy kan oorleef, is jy kind van jy is. Nou, so dit is nou, hoe gaan jy nou met jy interchange, internet, O ja, gaan ons nou baie sê. O nie, maar gaan ons op die transition. O ja. Ok, en dik, dan gaan we begin tel. Ok, is er een raag. Ja. En, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 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
toch? Mooi. Ja. Yeah. Oké, Sven, Sven. Ja, kom maar, kom. Sven. Dit was de laatste ene. Nou, van Survivor. We're gonna survive. We're gonna survive. Yes, en dank je voor de awesome reeks. Ja.